Wist je dat in de maanden juni, juli en augustus maar liefst voor 64 miljoen euro aan schoolartikelen wordt verkocht? En wist je dat meisjes liever het thema fashion kiezen voor hun schoolartikelen en jongens voetbal, strips en tv-shows? Ja, dat begrijp ik. Want als ik dit zo zie, dan ben ik echt een meisje. Ik ga voor fashion. Daisy, het schoolseizoen gaat nu bijna beginnen. En dat betekent dat de winkels vol liggen met allemaal leuke spullen. Is dat nou nog steeds zo dat die brugklassen zulke grote tassen hebben? En is er ook iets veranderd als je kijkt naar schoolspullen van vroeger en van nu? Ja, die brugtassen die zijn er nog steeds. Ze zijn nog steeds ook zwaar en groot wat dat betreft. Ze hebben alleen op school lockers, waardoor je spullen daarin kunt opbergen en die tas iets minder zwaar is gedurende de dag. Een groot verschil met vroeger is dat je toen altijd schriften had, voor elk vak een ander schrift. En tegenwoordig hebben we collegeblokken. En een collegeblok is eigenlijk een samengesteld schrift waar tabbladen in zitten, waardoor je meerdere vakken in dat collegeblok kunt toepassen. En als ik dan denk aan geodriehoeken en rekenmachines, zijn die er ook nog steeds? Die zijn er gewoon nog steeds. Echt waar? Ja. Jeetje. Dat blijft. Oké, nou ik dacht dat is al lang vervangen. Hè? Rekenmachines worden wel uitgebreider. Hè. Tegenwoordig kun je er allemaal formules in kwijt en komen er grafiekjes in tevoorschijn. Dat hadden we vroeger niet. Nee. Dus het gaat wel een stukje verder in de tijd, maar het blijft bestaan. En de agenda's. Er liggen hier heel veel agenda's. Hè. Eigenlijk had ik verwacht dat die er niet echt meer zijn, omdat ze ook niet nodig zijn. Want tegenwoordig gaat alles bijna digitaal. Digitaal is wel heel erg in opkomst, maar die agenda die blijft heel erg belangrijk. Het is een persoonlijk item. Jeugd maakt daar ook echt iets persoonlijks van. Je gaat daar notities in zetten, gezellige krabbeltjes, foto's, kaartjes. Wordt een gezellig boekje echt van iemand persoonlijk. Je ziet ook wel steeds meer dat daardoor een merk ook niet noodzakelijk is. Dat het gewoon een merkloze agenda prima is en ze daar toch helemaal hun eigen ding van maken. Meiden die willen altijd fashion dingen en de jongens willen iets van voetbal of een tv-show. Zie je dat ook echt terugkomen? Ja, meiden vinden agenda heel belangrijk en hebben ook wat dat betreft misschien nog wel iets meer keus als jongens. En jongens zijn wat behoudender, hebben eerder een effen agenda of sport of strips. En meiden hebben fashion, maar ook een O'Lily of een paard. En als je nou kijkt naar het kopen van de schoolspullen, is dat nou iets wat alleen nog maar gebeurt in winkels of gaat dat tegenwoordig ook gewoon online? Wordt steeds meer digitaal. Ja, je kunt online alles al bekijken en daar goed je keuze maken. Gaat ook een stukje verder als agenda's, alle etuis met de dingen die erin moeten, je collegeboeken, je schriften. Je kunt het in één keer allemaal uitzoeken en bestellen en het komt naar je thuis. We zijn dus nu in het magazijn, hè? Het ligt hier vol met schoolspullen. Wat gebeurt hier nou precies? Nou, als de bestelling via de site gedaan is, dan komt die bij ons binnen. Die zien wij vrij snel en dan wordt het in behandeling genomen. Nou, je ziet hier de schappen, daar worden de spullen uitgehaald en die worden verpakt en verstuurd. En wat heb je nou tegenwoordig nodig, hè, als je kind naar de middelbare school gaat? Nou, om te beginnen de agenda waar we net over hebben gehad, een etui met alle spullen die daarin horen, de schriften, collegeboeken, ordners. En al die schoolspullen, staan die dan op een speciale lijst die je van school krijgt of kun je dat online ergens vinden? Je krijgt vaak van school een lijst, maar ook op de site zie je al een standaardlijst met basisartikelen die je nodig hebt. Duurt het daar lang voordat je het dan thuis hebt? Nee, als je het voor vandaag voor 3 uur bestelt, is het morgen in huis. Oké. Nou ja, hè? Mijn dochter is 4, dus ik moet nog even wachten. Maar ik denk dat ik al ondertussen wel weet hoe het moet.